Marietje Schaak, hartelijk welkom. Dank. Voormalig Europarlementariër voor D66. Hoe kijk je naar deze nieuwe regering eigenlijk, zo van afstand? Nou, het ziet er niet erg stabiel en hoopgevend uit. Oh, we hebben net Dick Schoof gehoord. Er is alleen maar één dracht. Het is hartstikke positief. Er is geen onrust. Het ziet hartstikke stabiel uit. Overtuigd het? Nou ja, zeg jij het maar. Nou, ik heb hem niet gehoord, maar het ziet er toch heel rommelig uit. Er moet de hele tijd weer overlegd worden of we dan toch weer door één deur kunnen. En los van of er allemaal ruzies zijn, zijn er natuurlijk ook wat mij betreft zorgen over de programmapunten of de rechtsstaat in goede handen is. En dat soort... Ja. Ondanks het feit dat Pieter Omtzigt, die zich trouwens nu even teruggetrokken heeft, daar heel kort op zat, dat dat allemaal gegarandeerd zou zijn? Ja, nou, dat moeten we toch in de praktijk nog gaan zien, denk ik. Ja. Ben je blij dat je uit de politiek bent? Soms wel, ja. Soms mis ik het ook. En wat mis je eraan dan? Nou, dat je zo kort op de actualiteit zit en dat je het idee hebt dat je iets kan doen op het moment dat er een probleem is wat op te lossen. Maar kun je ook echt wat doen als politicus over het algemeen? Dan heb je dat gevoel dat je echt daadkrachtig iets kan veranderen. Zeker. Ja. Zeker. Ook als Europarlementariër, omdat het zo het groot is. Het lijkt net of je ontzettend verbaasd bent. Nou, dat ben ik eigenlijk wel. Er worden op EU-niveau krankzinnig belangrijke beslissingen genomen. Ja, vaak wel. Veel meer dan nog nationaal, heb ik het idee. Maar precies. Het allemaal voor elkaar kan krijgen. Ja, ik heb altijd het gevoel dat je in de politieke geldt dat je er vaak gedesillusioneerd uitkomt. Maar dat was in jouw geval niet zo. Nee, zeker niet. Ik bedoel, je leert natuurlijk wel veel meer over hoe het in de praktijk gaat. En daar zitten mooie en lelijke kanten aan. Ja. Maar bijvoorbeeld op Europees niveau heb ik altijd heel erg gewaardeerd dat, omdat er geen vaste coalitie en oppositie is, zoals in Nederland, moet elke meerderheid weer opnieuw tot stand komen. Dus je werkt de ene keer met mensen ter linkerzijde, de andere keer ter rechterzijde. Maar je hebt veel meer een collegiale sfeer, omdat het niet al 4 jaar of 5 jaar duidelijk is in welk team je speelt. Dus je moet veel meer samenwerken met mensen. En dat kan ook wel verbroederen. Ja, je werkt nu aan de Stanford University. Waarom ben je eigenlijk uit de politiek weggegaan dan? Ik had graag lijsttrekker van de Europese fractie willen worden voor D66. Dat lukte niet. Nee. En ik vond het ook na 10 jaar goed om iets anders te gaan doen dan wat ik toen deed. Maar het is ook een beetje alles of niets. Dat was het ook een beetje, dat gevoel. Wat in die, nou ja, of lijsttrekker of niet. Nou, ik wilde in elk geval niet zo op dezelfde manier doorgaan. Dus ik wilde meer kunnen zeggen over hoe wij als partij die Europese fractie en agenda zouden invullen. Of iets anders gaan doen. En ik ben heel blij dat ik dat op Stanford kan doen. Ja. En dan gaat het over cybersecurity, neem ik aan. Dat is toch een belangrijke taak die je verricht daar, of niet, om daar mee bezig te zijn? Niet per se. Ik hou me bezig met technologiebeleid. Hmm. En dat gaat over kunstmatige intelligentie. Dat gaat ook over inderdaad het beveiligen van infrastructuur. Maar vooral vanuit het perspectief van hoe moeten democratische staten, internationale organisaties daarnaar kijken. Hoe kun je mensenrechten, de rechtsstaat, de democratie overeind houden? Ja. Terwijl de technologie zoveel verandert en ook bedrijven steeds machtiger worden. En daarom zeg je ook in het parool, we moeten de regie terugpakken. Ja. Wat bedoel je daar precies mee? Ik heb net een boek geschreven dat heet The Tech Coup. En dat gaat over de machtsovername door techbedrijven ten koste van de democratie. En wat je ziet is dat technologie zich heel snel ontwikkelt. Maar ook bedrijven en hun CEO's steeds brutaler worden tegenover de wet en de regels, waarvan ze soms denken dat het voor iedereen geldt, maar niet voor hen. En door de combinatie van heel veel macht, geld, talent, data, computerrekenkracht, marktaandeel, maar ook gewoon de manier waarop de technologie opereert, merk je dat democratisch gekozen en afrekenbare leiders steeds minder grip hebben op hoe die technologie een plek heeft in onze samenleving, in onze wereld. En dat vind ik zorgwekkend. Dus die regie moet door de democratie worden teruggepakt. Maak jij ook zorgen erover? Want jij maakt je nog wel eens zorgen als ik je columns lees, Leon. Ja, daar maak ik me ook absoluut zorgen over. Ja. Er is, nou ja, wat jij zegt, er is macht. Maar er is ook nog een ongelofelijke verveelvoudiging van data die te maken hebben met ons gedrag, met ons leven online. En die culminatie van al die gegevens die daar opgeslagen liggen in enorme databunkers, die straks ook waar AI straks toegang tot heeft, dat kan leiden tot verregaande manipulatie van wie we zijn, hoe we denken. We denken ook allemaal op dit moment, wat een misvatting is, dat als we een of andere zoekopdracht invullen bij Google, dat we allemaal hetzelfde krijgen. Maar dat is helemaal niet zo. Dat wordt allemaal al bepaald, voor een deel door Google, maar voor een ander deel door eerder zoekgedrag van jou. Ja. Dus we worden, wat dat betreft, leven we allemaal, als dreigen we te gaan leven, in onze eigen bubbels. En dat is gevaarlijk. En wat daar nog eens bij komt zometeen met AI, maar daar weet jij zonder twijfel heel veel van, dat is
dat kan alleen bestaan, het wordt steeds groter, door de beschikbaarheid van enorme hoeveelheden energie. Echte energie. Straks hebben die AI-bunkers... Jij zit ook nog vol energie. Maar ga door, ik zit vol energie. Maar het is natuurlijk beperkt beschikbaar. We moeten straks keuzes gaan maken tussen wie toegang krijgt tot die energie. En ik ben bang dat AI zo machtig wordt en zo invloedrijk... maatschappelijk de mogelijkheden om te kiezen... Dat veel kleiner gaat worden. Maar hoe gaan we dat dan veranderen? Hoe gaan we dat dan stoppen? Hoe krijgen we die regie terug dan? Nou, het begint met het besef dat dit een optelsom van een heleboel machtskwesties op verschillende plekken zijn. Wat Leon de Winter net zei, energie, data, maar ook beslissingen over waar wordt aangevallen, waar wordt verdedigd, wie wordt er geholpen in een oorlog, wie wordt er niet geholpen. Beslissingen die eigenlijk altijd in de handen van staten waren, zijn nu deels of helemaal in de handen van techbedrijven. En je moet dus zorgen dat er ten eerste meer transparantie is. Want bijvoorbeeld de data en de manier waarop daar AI-modellen, kunstmatige intelligentiemodellen, mee getraind worden, is ook voor computerwetenschappers op Stanford niet toegankelijk. Bedrijven houden die kaarten tegen de borst. In het publieke belang weten we daar te weinig over. En is er niet eens de capaciteit in de vorm van supercomputers en data, om dat bijvoorbeeld door academici ook op vergelijkbaar niveau te laten onderzoeken. Dus je kunt werken aan die capaciteit, je moet werken aan transparantie, maar je moet ook werken aan minder afhankelijkheid door overheden, die zich ook voor een heel groot deel hebben uitgeleverd aan techbedrijven. Denk in Nederland aan de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst, waar software natuurlijk een hele belangrijke rol in heeft gespeeld. Ja. Dus er zijn een heleboel dingen die je kan doen, gelukkig. Maar andere wet en regelgeving dus, je moet het af gaan dwingen, neem ik aan dan toch? Wet en regelgeving zeker, maar dat is niet het enige. Dus overheden zijn heel vaak de grootste klanten van technologiebedrijven. Mm-hmm. Dat betekent aan de ene kant dat we afhankelijk zijn, maar het betekent ook dat we een enorme macht hebben om te zeggen wat wij willen van die bedrijven in plaats van andersom. En er kan en moet meer geïnvesteerd worden, ook in digitale publieke infrastructuur, in alternatieven voor die grote techbedrijven die heel succesvol zijn met winst maken en het denken in hun eigen belang, maar niet het publieke belang, niet de rechtsstaat, niet de democratie voorop hebben staan. Maar gaat dat lukken? Dat is een belangrijke vraag natuurlijk. Is dat mogelijk om natuurlijk dat te veranderen? Natuurlijk is dat mogelijk. Ja? Ja. Er is natuurlijk heel lang heel veel vertrouwen in de markt gelegd. Gedacht, als we die techbedrijven maar alle ruimte geven, dan komen daar fantastische dingen uit voort. Nou, er zijn een heleboel mooie dingen uit voortgekomen, maar ook een aantal grote problemen. Dus je moet die richting nu bijsturen. Die moet die balans weer terugvinden. Ja. Je wil wat zeggen, Leon. Ja, omdat ik denk dat dat punt eigenlijk al gepasseerd is. Ja, daar ben ik ook zo bang voor namelijk. Ja, dat bedoel ik. Ik denk dat er toch een vervlechting gaat ontstaan tussen big tech enerzijds en anderzijds big capital en big politics. En dat die vervlechting is juist zo gevaarlijk. Daar kom je moeilijk tussen. In mijn voorlaatste boek beschreef ik een wereld waarin mensen bestaan die daarmee kunnen leven. En er ontstaan dan reservaten van mensen die zich eraan onttrekken. En die geen internet hebben en zich niet willen laten registreren. En dat zijn dan de wilde wijken. Waar iedereen doet waar hij zin in heeft. En die heeft geen kaartjes meer, die heeft geen pasjes, die hebben geen pincodes. Omdat alles geregistreerd wordt en alles gereguleerd wordt. En dit was een roman, toch? Dat was een roman, maar ik bedoel, als uitdrukking van vrees. Van dit behoort reëel tot de mogelijkheden. Nee, dat snap ik. Maar ik denk ook echt dat we ons niet moeten klein laten krijgen. En juist het idee moeten opvatten, als we dit niet willen, dan kunnen we er wel wat aan doen. Er is zo weinig aan gedaan de afgelopen decennia, dat we nog een heleboel kunnen doen om dit een stuk beter te maken. Dus het is nog lang. Ook als je naar het nieuwe kabinetsplannen kijkt, staat het genoeg op de agenda, dit verhaal dan? In Nederland, dat is heel zorgwekkend. Ja, nou, al een ander kritiekpunt op het kabinet schoof en ook op de politieke partijen in Nederland, waar het gewoon tijdens de hele verkiezingen niet over technologie is gegaan. Terwijl het raakt aan onderwijs, nationale veiligheid, mensenrechten, discriminatie, alles. Democratisch debat. Je kunt er niet onderuit en het gaat er niet over. Nou, laten we daar eens beginnen dan. Ja, als we er nu pas mee beginnen, wat Leon ook terecht zegt, zijn we dan niet te laat met z'n allen? Nou, weet je wat nou zo leuk is? Dat er op EU-niveau wel heel veel gebeurt aan techbeleid. Ja. Dus alweer zoiets waar een groot verschil wordt gemaakt op EU-niveau. En je bent nu al een tijdje werkzaam op Stanford. Kun je daar ook het verschil maken? Merk je dat ook? Wat doe je allemaal op dit moment?
Ik geef bijvoorbeeld les over de rechtsstaat en kunstmatige intelligentie. Dus het zou zomaar kunnen dat de volgende Mark Zuckerberg bij mij in de klas zit. Ja. Want dat soort van mensen worden opgeleid op Stanford. En wij maken dus ruimte voor meer onderzoek naar wat voor technologiebeleid er moet komen. We werken samen met internationale organisaties, geven les aan leden van het Amerikaanse congres over technologie. Dus we proberen echt die ruimte voor nadenken over beleid te vergroten en daarmee dus ook tot actie aan te zetten. En jij denkt niet dat we dat punt al voorbij zijn, zoals Leon en ik waarschijnlijk zelf ook een beetje... Kijk, de TechCoop, het boek wat ik heb geschreven, is geschreven vanuit een groot gevoel van urgentie en grote zorgen, maar ja, ook vanuit, we kunnen hier wat aan doen en er zijn oplossingen. Er is nog steeds hoop wat dat absoluut, betreft. Absoluut. Is natuurlijk. Oh, gelukkig. Altijd. Het is vrijdagmiddag en de mensen willen een beetje hoop het weekend in. Ja, ik hoop dat jij ook mee wil in het idee dat het nog anders kan worden. Als ik daarbij kan helpen, doe ik dat graag. Mooi. Ik bedoel, ik heb zo'n programma dat ik elke avond presenteer, er zitten allemaal mensen aan tafel die echt heel flexibel zijn, die willen daarin meegaan. Die geloven het ook wel. Nou, mooi. Ja, gisteren hadden we weer Arnoud Jaspers. Die zei, er is niks met het klimaat aan de hand. Ja, interessante man. Ja, heel bijzonder allemaal. Marietje Schaken, bedankt. En succes met deze missie, want het is een missie volgens mij. Zeker een missie. Ja, succes daarmee. Dankjewel.